En welkom bij een nieuwe video van Roblox Theme Park Tycoon. Mijn tycoon heeft al vier sterren. In mijn vorige pretpark had ik er maar twee. En ik heb er nu al vier. Zoals jullie zien, Staaland is heel erg geüpgraded. Ik heb wat decoratie geplaatst. En er zijn ook heel veel nieuwe achtbanen. Ik ga jullie ze allemaal laten zien. We gaan denk ik... Eén nieuwe achtbaan maken en ik ga zo vertellen welke. En ik denk dat jullie er heel veel zin in hebben. Wat is er allemaal nieuw? Als het goed is, deze waterachtbaan. Die is nieuw, daar kunnen we even in. Daar gaan we lekker in met Jeremy. Journey. Journey gaat weg. Oké, okay, dan ga ik toch lekker. Hier is allemaal water. Daar zien jullie nog een attractie. Daar zien jullie nog een attractie die in de grond gaat. Ja, echt. Het is zo awesome. Zo, 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 zo awesome. Weet je wat we doen eerst een leven in een andere? Even kijken waar mensen in de rij staan. Mensen staan in de rij voor deze. Deze groene. Nou, dan gaan we daar toch in. In deze steelcoaster. Hallo. Waar is die? Huh? Oh, yes, daar gaat die. Mensen zijn er blij mee. Nice. Yo, Brandon. Oh, kijk, daar is de drop. Dit is het nog niet. Dit is even een klein stukje. Gaan we hier langs de poort. Nee, oh, wat? Er staat iemand op. De, nee, 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 dat kan niet. Er staat iemand op de track. Oké, okay, hier gaat de drop komen. Holy damn. Nou, dat is dus basically de achtbaan. Hij gaat hier nog door. Weet beetje, hij gaat hier door. Ik ga niet in allemaal. Um, ik laat nu ook even deze zien. Dit is de steel coaster uh, waar ik nu op sta. Um, dus we even hierheen. En jullie zien hier ook de watercoaster. Dus hier, oh, wat? Hier is de Single Rail Coaster. En die gaat hier recht de lucht in. Die gaat dus zo in een gekke kurkentrekker. Gaat hij hier naar beneden, gaat hij hier naar boven. Gaat hij hier ook weer in een gekke kurkentrekker. Gaat hij hieronder en komt hij hier terug. En dat waren de drie nieuwe achtbanen. Het ziet er super vet uit, Staland. Ik heb het een beetje gedecoreerd. Er zijn niet heel veel decoratie-items. Deze video wil ik onder de grond verder bouwen. En dus een nieuwe attractie maken. En die nieuwe attractie gaat heten De Dood 3.0. Laat even like achter als jullie hier zo lang op hebben gewacht. Of als je hier zo lang op hebt gewacht. Volgens mij was de dood de steel coaster. We moeten echt een dure nemen. En eigenlijk deze. Weet je wat? We nemen de multi launch. Oké, okay, de dood komt eraan. We gaan hem nog erger maken. We gaan hem recht naar boven laten gaan. Eerst was hij niet heel hoog. Maar we gaan hem echt heel hoog maken. Zo. Oké, dit, dit, dit. Oh, dat is beeldheid. Dat is beeldheid. Zo, helemaal even opnieuw. Zo, zo. Wat we dan gaan doen is, uh, we gaan hier een bochtje maken. Zo. En wat we dan gaan doen is, we gaan hier boosters plaatsen. En dan gaan we dus hier weer plat zometeen. Oh. Dan gaan we zo. En dan is hier de ramp. Yup, dit is hem. Ja. Dit is hem. De dood 3.0 is officieel klaar. Mijn park wordt daardoor wel een beetje verpest. Om eerlijk te zijn. Oké, okay, here we go. In de dood 3.0. Wat is er met de reling gebeurd? Oh, dit gaat spannend worden. De dood 3.0. Dit is een hele korte, maar hij is wel heel krachtig. Hier zijn de boosters. En daar gaan we dus zo meteen stoppen. En dan gaat hij zo BAM! Oké, okay, of we stoppen gewoon niet. Of we stoppen gewoon niet. Dat was hem. Hij vliegt niet weg. Hij explodeert gewoon meteen. Ja, dat was het probleem met de dood. De kaart. ...explodeert daarna meteen. En daarna komt hij niet meer terug. Dus dan blijven mensen buggen in de rij. Oké, okay, wat we dan moeten doen... ...is we moeten hier een pad aan gaan maken. En dan gaan we het zo doen. En dan komt hier de master entrance. <laughs> Kijk, heel simpel doen we net. Wat heb ik gedaan? Dus wat we gaan doen is meer trashcans. Dan neem ik even de trashcans van daar... Om die van een kleurtje. Er lopen al mensen naartoe. Geen troep maken. Hier, prullenbakkie. Prullenbakkie. Ik ga even geen hekken plaatsen. Dit wordt de dood. Hij is officieel geopend. Waarom heet hij niet de dood? De dood 3.0. Oh nee, 3.0 wordt gesensord. Ja, en de dood niet. Gaat hij? Of niet? Nee, de, nee, er zijn toch nog geen mensen. Maakt niet uit. Oh. Ben jij nou de eerste die met de dood gaat beginnen? Ah, maar wel, ik, ik kan het zeggen, ik loop wel even met je mee, maar laat maar. Laat maar. We zien hem zo wel exploderen in de verte. Wat we nu even gaan doen. Is gaan, denk ik, even aan steenland werken. Want ja, decoratie, dat is saai. Dat is saai. Dat is hartstikke saai. Wat we gewoon gaan doen is. Ja, steenland verder maken. Oh ja, dit moet ik trouwens ook nog even vertellen. Als ik helemaal vergeten te laten zien. Ik heb hier nu een trap gemaakt omdat sommige mensen zijn zo dom. Ja, dat ze hier vanaf onder niet naar buiten kunnen. Maar sommige mensen staan hier beneden gewoon netjes in de rij. Ja, kijk, mensen staan hier netjes in de rij. Maar kijk, er zijn ook mensen die een trap nemen. Die een flipping trap nemen. Volgens mij de mensen die hier naar binnen komen terwijl het een exit is, die nemen de trein. Maar ja dat, maakt niet, ja, dat maakt voor nu niet heel veel uit. Als het goed is, unlock je ook een achievement. Monorail. En een monorail wil ik best wel hebben. Ja. Build a transport train with at least three stations. En weet je wat je dan hebt? Een monorail. Wat je dan gewoon moet doen om de monorail te unlock is gewoon hier een trein maken. En je moet je gewoon de hele tijd rond laten gaan met een paar stations. Dan moet je hem even opengooien, volgens mij. En dan heb je hem. Er gaat niemand in. Ga er een keer in, man. Dude, hij is open. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar je moet hem toch alleen bouwen? Ik snap het. Ik snap hoe het moet. Wat je alleen nodig hebt, is. Je moet hier overal stations zetten. Oh, dit ziet er zo gek uit. Er zitten gewoon mensen in en ze kunnen alleen. Ze kunnen niet meer weg. <laughs> oh, nee. Dit gaat perfect worden. Closed. Build entrance. Dat is hem. Achievement Public Transport. Let's go. We kunnen een monorail maken. Delete ride. Right. Lekker. Weet je wat? We, ja, we gaan hier houtland sowieso uitbreiden met meer attracties. Maar hier komt ook de ingang voor de monorail. Hier. En dan komt hier de ingang voor de monorail. Uh, ja, hier komt ook nog een pad voor dus meer van houtland. Maar ja, dat komt dus later. Um, even kijken, er moeten nog prullenbakken komen. Zo. Yes. En dan hier. Oh yes. Custom monorail. Dit wordt super awesome. Oké, hij gaat denk ik hier komen. Yes, de monorail. Hier komt dus een hele station. Het wordt echt een lange monorail. Zo. En dan gaat hij even door houtland heen. En dan kan je gewoon echt even genieten. Een booster. Doet, waarom zou je een booster willen voor een monorail? Gewoon zo. Yes. Oh, dit wordt cool. Wat ik dan eigenlijk wil maken is dat je naar de andere kant van houtland kan. Alleen ik weet niet echt waar ik dat wil. Of je kan gewoon door de landen switchen. Als je gewoon niet wil lopen. Dan ga je hier langs het reuzenrad. Zo. Ik weet het. Hier is de station voor houtland. Maar dat maakt niet uit. Zo. Zo. Ja. Jup, yep, gaan we hier naar beneden. Dit wordt hem. Het is wel naast het andere station. Zo, hier is het meteen. Oeh, dat is wel lastig dat het hier meteen is. En dan moeten we nog naar Staalland. Hiervoor is ons pretpark nog eigenlijk niet echt groot genoeg. En dan gaan we, hem denk ik hier naar de dood brengen. Ja. Dan komt hier een heel lang station. Zo. En dan gaan we hier weer naar links. Weer naar links. En dan gaan we weer terug bij waar we vandaan kwamen. Zo. Ja, die spiral tower zit toch hartstikke hard in de weg. Hier naar beneden. Naar beneden. Oh, wat. De speed. Kan je ook aanpassen. Oh, ik kan dit wel doen. Ja, dat kan hem worden. Dat kan hem worden. Dan moeten we alleen eerder. Naar links. Zo. Ja, dan gaat hij net langs de Spiral Tower. Ben ik niet een al te grote fan van. Zo. Doe het wel zo'n kort rijtje voor de monorail. Zo, het moet maar zo. Oh, Oké, okay. dat had ik niet verwacht voor een monorail. We doen het wel gewoon. Hij is open. Kom maar naar de monorail. Ja. Het is zo'n weerde monorail. Het is echt een hele weirde. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Zeg maar even in de comments. We kunnen nog snel als allerlaatste even nog wel iets moois maken onder de grond. Want decoratie en zo, dat doe ik wel. Of Cam, zeg even in de comments of jullie dat willen. Uh, want ja, hier alleen maar concrete plaatsen is ook niet per se heel leuk. Hier kunnen we dan echt vette attracties maken. Want ik heb al echt ideeën voor attracties. Je hebt hier nog te maken met het pad. En er komt toch nog wel een attractie overheen. Zo. Alleen je kan zo weinig doen in een video. Hier kunnen we zoveel attracties plaatsen. Misschien ga ik de ruimte nog wel groter maken. Ja, bij Staalland daar kan ik helemaal onderdoor gaan met steen. Want ja, dat zie je toch niet. Dus wat boeit dat? En dan kan ik ook meerdere stations van de transportation train doen. Steenland gaat echt groot worden. Dit wordt hem. Dan moeten we even alles peinten. Ik zie hier wel dat er een paar gaten in de muur zitten. Zo. Oh, dan moeten we helemaal hierheen. Paint, 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 paint. paint. Oké, okay, eerst gaan we hier denk ik twee attracties plaatsen en daarna kunnen we een dark ride doen. Ik wil sowieso de swinging ship. Die komt sowieso hier. Oké, okay, hij gaat daar een beetje. En hij gaat hier een beetje. Wat ik dan nu nog wil doen is nog een intense ride. En ik denk. Oh, dit komt zeker wel boven de grond uit. Zo, ik heb hier niet eens plek voor, man. Laat maar, dan komen we onder houtland. Dan kunnen we niet boven de grond uit. Oeh, daar heb ik echt niet over nagedacht. Weet je wat? We gaan gewoon hier een dark ride doen. Dat gaat het wel echt helemaal cool maken. Zo, station. Station, station. Helemaal crap dit. Helemaal crap. Helemaal crap. Het is nu al helemaal crap. Zo, nu kunnen ze hier onder doorlopen. Dat is wel cool. Zo, ja. Wat we dan doen is hier komt een ruimte. En dan gaan we hier, denk ik, boven de grond. Nee! Nee, nee! Oh, crap. Ik heb Ryan opgesloten. Crap, crap, crap. Ik heb nu de trein kapot gemaakt. Ja, dit vullen we gewoon weer op alsof er niks is gebeurd. Kijk, hier vind je niks. Hier is niks. Oh jeetje, we zitten bijna in staalland, joh. En dan komen we hier en dan gaat hij hier gewoon boven. Gaat hij hier om het huisje? Ja, 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 ja. We moeten niet helemaal zo gaan. We moeten nu meteen rotate right en rotate left. En dan kunnen we hier meteen, oh perfect, een bocht maken. Oh perfect, een bocht. Zo, hé, dit is cool. Dit is hartstikke vet. Hier onder de rails door. Naar links. Zo, hé, dit is perfect. Dit heb ik zo perfect gedaan. Oh, nee, laat maar. Oef. Nou, dat maakt in principe niet heel erg veel uit. Verwijder gewoon hier beide dingen. Zo. Dan heb je toch wat meer ruimte. Zo. Let's go. Dit is hem. Uh, end of this segment. Naar beneden, naar beneden. Je kan hem ook nog banken. Je kan zoveel doen. Of oh wat, je kan ook speed geven. Oh nee, ik had speed moeten geven. Crap. Nou, maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh my god. Dit is weer helemaal geweldig. Yes. Bam. Dit is hem. Dit is hem. Zeg ik nou trouwens de hele tijd dat dit een monorail was? Ik weet het niet. I don't know. Er zijn drie karretjes. Zo, so, alleen het probleem is. Wat gaan we hier opmaken? Ik kan. O, oh, dat ziet er niet uit. Oké, okay. we kunnen niet lager dan dit. Nee. Oh. Bam. Dat kan ik wel doen. Kom op, joh. Ik doe hier zo mijn best voor. Oh, yes, dit kan wel. Oké, okay, got him. Yes, dit kan open deze video. Om het nog een beetje mooi te maken, doe ik dit. En dan moeten we ook nog even prullenbakken doen. En dan is dit officieel geopend. Ik ben er voor nu gewoon een beetje klaar mee. Gewoon een beetje. Zo, en zo. En zo, zo. De concrete. Bam. Ja, zo is het dan wel genoeg met de prullenbakken. Ja, dat dacht ik dus al. Dat dacht ik dus al. Het is hier pikken, pikken, maar dan ook echt pikken donker. Kom er al mensen nee. Hoe gaat het trouwens met de dood? Die hebben we helemaal niet gezien. Dit gaat echt awesome worden. We gaan even kijken bij de monorail waar die is. Hij gaat. Kijk. Wat cool. Wat ik me nu opeens bedenk is je kan hier niet eens uitstappen. Oh crap. Dus we gaan helemaal voor niks in de monorail. Oef. Ships. We klozen meteen. Ja, hier komt de entrance. Hier komt nog een exit. Doen we deze hier. Hoe gaat het met de dood? Hoeveel mensen zijn er al in geweest? De dood is too expensive. Doet 100 euro. Maar er zijn dus al mensen in geweest. Alleen ik heb hem nog niet gezien. Maar ja, mensen gaan er bijna niet in omdat hij aan het einde is van het pretpark. Maar nu doet de monorail het wel. Alleen dus bij Steenland stopt hij niet. Alleen het is toch zo dichtbij bij houtland. Het ziet er in ieder geval cool uit. Er gaan ook meerdere karretjes. Ze gaan allemaal los, zeg maar. Wat ik heel cool vind. Ja, kijk, er zijn twee karretjes. Als je drie stations hebt, dan zijn er drie karretjes. Dan moeten we nog even dit fixen, de trein. Oh nee, de trein is er gewoon. Lekker bezig. Moeten we ook even deze dark ride nog bekijken. En dan zijn we klaar. Ik wil dus nog wel even wat dingen verbeteren. Oh yes, er zijn mensen. Deze staan nog op testing. Ga er mee in. Oh, de dark ride loopt blijkbaar al. Oké. Okay. Ik ga ook even in de rij staan. Ik spring even. Zo. Yes, deze wil ik heel graag testen namelijk. Ik vind deze echt heel cool. Is extremely cheap. Thanks dat je het even wil melden man. <laughs> Zou ik echt nooit doen. Dan maakt hij het duurder. Kom op, waar is die? Hij moet nu even komen. Yo. Ik ga erbij. Yes, hij draait weer. Iedereen peert hem. Laat even een like achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video later.